deze webles gaan we een beetje rekenen aan transformatoren. En dat doen we aan de hand van een mooi voorbeeld. En wat we vandaag gaan beantwoorden is de vraag: waarom gebruiken wij in Nederland en in de rest van de wereld ook hoor, zoveel hoogspanningsmasten? Wat is het nut van hoogspanningsmasten? En om dat te kunnen bekijken, dan moeten we de werkelijkheid een beetje versimpelen. En dat is gedaan in het schakelschema die je hier ziet. Het lampje aan de rechterkant, dat stelt voor een woonwijk. En die woonwijk krijgt een netspanning van 200 volt. We houden de getalletjes lekker simpel. En die woonwijk heeft 6 megawatt nodig, wil het een beetje kunnen draaien. Aan de linkerkant staat een blauw cirkeltje. Dat stelt voor de centrale, de elektriciteitscentrale. Tussen elektriciteitscentrale en woonwijk lopen natuurlijk kilometers en kilometers dik draad. Elektriciteitsdraad om die elektriciteit van de centrale naar de woonwijk te leiden en weer terug. Als je dat draad maar heel dik maakt, dan is het best mogelijk om daar toch een hele lage weerstand uit te krijgen. Nou, we hebben een hele lage weerstand genomen, gewoon als voorbeeld in ons rekensommetje. Een weerstand van 0,1 ohm. Al die kilometers draad bij elkaar hebben een weerstand van 0,1 ohm. En we gaan nu eens berekenen hoe groot is het vermogen dat de centrale moet leveren, wil de woonwijk lekker kunnen draaien met 6 megawatt. En daarvoor gaan we wat basisformuletjes gebruiken. En de eerste die we gaan gebruiken is, we kunnen uitrekenen hoe groot de stroom moet zijn in de woonwijk. De stroom in de wijk is gelijk aan P delen door U, want P is U mal I. En P is 6 miljoen. En U is 200. En als je dat berekent, dan komt er uit 30.000 ampère. Dat is flink. Die 30.000 ampère, die gaat die woonwijk in. Die moet natuurlijk, hè, want we hebben hier te maken met een serieschakeling. Die moet ook door die weerstand gaan. En die 30.000 ampère wordt dus geleverd door de centrale. Stap 2 is dat we kunnen uitrekenen hoe groot is nu de spanning over die draad. Het spanningsverlies over die draad. U-draad. Want door die draad gaat 30.000 ampère. We hebben daar dus een spanning over staan over dat draad. Want dat draad heeft de weerstand. U is I mal R. Is 30.000. Maal, nou de weerstand was heel laag. 0,1. Komt uit 3000 volt. Het spanningsverlies over dat dikke draad is 3000 volt. Hoeveel spanning moet de centrale nu leveren? Wil er 200 volt overblijven voor de woonwijk? Nou, ook dat is niet heel erg ingewikkeld. Uw centrale. Die centrale moet de spanning leveren. Een gedeelte daarvan gaat over het draad staan. En een gedeelte gaat over de woonwijk staan. Uw centrale is die twee bij elkaar opgeteld. 3000 plus 200 is 3,2 maal 10 tot de macht 3 volt. De centrale moet 3200 volt leveren. Natuurlijk geldt dat de stroomsterkte die de centrale levert, ja, die is niet veranderd, want de stroomsterkte is in onze hele schakeling hetzelfde. Dus die is 30.000 ampère. Dan kunnen we uitrekenen het vermogen van de centrale. Is U mal I. Is 3,2 maal 10 tot macht 3 maal 3,0 maal 10 tot macht 4. Komt uit 96 megawatt. Reken het anders maar na als je het niet gelooft. 96 miljoen watt. 96 megawatt moet die leveren. Nu gaan we tot slot eens kijken hoe groot is nou het rendement van dit alles geweest. Het rendement is het vermogen wat nuttig is. Delen door het vermogen wat ik erin stop. Maal 100% als je dat wil. Het nuttige vermogen is die 6 megawatt die aankomt bij de woonwijk. Dus 6, ik streep die megawatts lekker tegen elkaar weg, want die onder komt 96 megawatt. 6 delen door 96 maal 100% en daar komt uit een schokkend getal 6,3%.
Slechts 6,3% van alle energie die de centrale instopt, komt uiteindelijk terecht bij de woonwijk. De andere 95,7% gaat dus verloren onderweg en zorgt er alleen maar voor dat dat draad warmer wordt. Dat is natuurlijk geen situatie die ideaal te noemen is. En nu komt de hoogspanning om de hoek kijken, want wat gebeurt er in de praktijk? In de praktijk wordt de spanning die de centrale levert, wordt omhoog getransformeerd naar hoogspanning. Die hoogspanning wordt via hoogspanningsdraden van de centrale naar de huizen gevoerd. En bij de huizen, in een kastje in de wijk, wordt die hoogspanning weer teruggetransformeerd naar een spanning die bij ons op stopcontact staat. En hier rekenen we weer met 200 volt. We gaan eens kijken. We gaan eens kijken of we kunnen uitrekenen wat nu het rendement is. Natuurlijk is rechts niks veranderd. De stroomsterkte in de wijk is nog steeds P delen door U, 30.000 ampère. Maar wat gebeurt er nu bij spoel 2? De transformator 2. De twee spoelen die staan in de wijk. Bij die transformator gebeurt het volgende. Dit is de formule die hoort bij transformatoren. De verhouding tussen de twee spanningen is hetzelfde als de verhouding tussen de twee windingen in de twee spoelen. En als we nu goed kijken, dan zien we dat de primaire spoel 100 windingen meer heeft dan de secundaire spoel. Dat houdt in dat de spanning aan de primaire spoel van de tweede transformator 100 keer zo groot is als de spanning op de secundaire spoel. En die weten we, want die is 200 volt. Dus de spanning op de primaire spoel is 100 keer zo groot, is 20.000 volt. Hoogspanning dus, dat is duidelijk, hè? Dat is een flinke spanning. Wat kunnen we zeggen over de stroomsterkte? Er moet natuurlijk gelden, links en rechts van de transformator 2, dat het vermogen gelijk is. En het vermogen is U mal I. Als ik op de primaire spoel 100 keer zo grote spanning heb, dan houdt dat direct in dat mijn stroomsterkte op de primaire spoel 100 keer zo klein is als de stroomsterkte op mijn secundaire spoel. En die was 30.000 ampère, dus op de primaire spoel heb ik 300 ampère aan stroom staan. Hier loopt een stroom van 300 ampère, 100 keer zo klein, bij een spanning die 100 keer zo groot wordt. Nu gaan we weer hetzelfde doen als dat we net hebben gedaan. We gaan uitrekenen hoe groot is het verlies in de kabel. Hoe groot is het spanningsverschil over de kabel? En het spanningsverschil is niks anders dan I mal R. Er loopt een stroom van 300 ampère door de draad heen. De weerstand is 0,1. Hier komt uit een spanningsverlies van 30 volt. Hier wil ik 20.000 volt hebben. Ik schrijf het eventjes helemaal uit. Het zijn erg veel significante cijfers, maar anders zie je daar het verschil niet eens. Als er 30 volt hier verloren gaat en ik wil hier 20.000 volt overhouden, dan moet ik er hier instoppen 20.000 plus 30, 20.000 en 30 volt. Er moet aan die kant 20.000 en 30 volt spanning staan. En dat is bij de transformator die bij de centrale staat. En dan hebben we het over de secundaire spoel van de transformator die bij de centrale staat. Die moet 20.000 30 volt hebben. Als we daar nu kijken, dan zullen we zien dat de verhouding van de windingen primair-secundair is nu 1 staat tot 100. Dus de spanning aan de primaire kant is 100 keer zo klein als de spanning aan de secundaire kant. De spanning aan de primaire kant is U aan de secundaire kant delen door 100, is 20.000 en 30 volt delen door 100, is 200,3 volt. Zoveel spanning moet dus de centrale leveren, 200,3 volt. Wat kunnen we zeggen over de stroomsterkte? Nou, hier geldt eigenlijk precies hetzelfde als bij transformator 2. Als de spanning 100 keer zo klein wordt, secundair naar primair gezien, dan wordt de stroomsterkte 100 keer zo groot. Dus de stroomsterkte in de primaire kant is 100 keer zo groot als de stroomsterkte in de secundaire kant. En dan kijken we dus bij transformator 1.
Nou, de aan de secundaire kant was hij 300 ampère, want in deze hele stroomkring is hij 300 ampère. Dus aan de primaire kant wordt hij 100 keer zo groot, en dat getal hebben we al eerder gezien, is 30.000 ampère. Hey, we weten de stroomsterkte en we weten de spanning van de centrale. Nu kunnen we het vermogen van de centrale uitrekenen. Het vermogen van de centrale is U mal I, is 200,3 maal 30.000, is uitgerekend, dan moet ik even kijken op mijn papiertje, 6,009 megawatt moet die leveren. Nu kunnen we ook kijken naar het rendement. Het rendement is weer gelijk aan P nuttig delen door P in. P nuttig is niks aan veranderd, dat is diezelfde woonwijk. 6 megawatt. Maar nu hoef ik er maar in te stoppen 6,009 megawatt maal 100%. En daar komt uit. Wat is mijn rendement? 99,9%. Vergelijk dat dus met het antwoord dat we net hadden. Toen was het iets van 6%. Nu heb ik maar een verlies van 0,1% in de kabels. En dat doe je dus door de truc toe te passen van hoogspanning. Je zorgt dat de spanning in de kabels heel hoog wordt. Daardoor wordt de stroomsterkte in die kabels heel laag. En een lage stroomsterkte wil ook zeggen weinig verlies. En het mooie is, wanneer je een verhouding pakt van 100 staat tot 1 bij de transformatoren, dan heb je een verlies die 100 maal 100 keer zo klein is. Het verlies in deze situatie is 10.000 keer zo klein als in de situatie waarbij je geen hoogspanning gebruikt.